Marley was dood. Ze dood als een deurnagel. En dat is belangrijk. Want als de goede man niet dood was geweest, dan hadden we geen verhaal gehad. Dan was er niets aan de hand, dan was er niets vreemds aan dat hij verscheen in de nacht. Want ja, een oude man kon toch ook plots zin hebben in een wandelingetje. Nee, hij was dood. Zijn compagnon Scrooge had het certificaat ondertekend. Hij was erbij toen hij in het graf werd gelegd. Hij wist het zeker. Hij, Marley, Jacob Marley, was dood. Al 7 jaar lang. Scrooge. Scrooge. Ah, alleen die naam al. Die zuiger. Die benepen, hardvochtendige, gekwelde figuur. Als je hem zag, dan voelde je de temperatuur al dalen. Hij had de kou, hield de kou in zich en droeg hem met hem mee. Scrooge had het al koud in de hondsdagen van de zomer, maar zorgde ervoor dat de temperaturen in zijn kantoor nog kouder werden. En in de midwinter wil je daar niet wezen. Ja, een hardvochtige vrek was Scrooge. Niemand vond hij belangrijk genoeg, behalve zijn goede geld. Ja, zo was het. En zo was het ook op de dag voor kerst, 24 december. Er werd hard gewerkt in het kantoor. Het kantoor voor financiën, voor schulden en voor aandelen van Ebenezer Scrooge en Jacob Marley. Ja, want die naam stond nog steeds boven de deur. Die was er na die 7 jaar nooit uitgehaald, afgehaald. En in een klein bijkantoortje zat de klerk Scratchit, die zat zich daar te warmen aan een kaars. Want meer dan dat was er niet om zich aan te warmen. Nee, hij had pech. Want in het vuurtje gloeide één klein kooltje. Dat was alles. En ja, probeer je daar maar eens aan te warmen. Hij deed zijn best, had zijn witte sjaal flink goed om zich heen geslagen, maar durfde niet naar de kolenkit die daar in het kantoor van zijn baas zat, want hij wist hoe dat ging. Dan zou hij toegesproken worden van: Cratchit, wat denk je? Dat de kolen me op de rug groeien? Als je dit nog een keertje doet, dan verlies je nog je betrekking. Want zo was Scrooge. Ook een kooltje kon hij niet missen. Geen shilling, geen cent, geen stuiver. Alleen het geld was belangrijk. En zo zat hij daar te huiveren tot de deurbel ging. En dat veranderde de zaken enorm. Want opgeruimd kwam daar de neef van Scrooge binnen, Fred. En Fred was een en al luim, een en al plezier. Merry Christmas! Vrolijk kerstfeest, oom. Ha, wat fijn om u weer te zien. Zoals elk jaar kom ik naar u toe, wat uw humeur ook is. Kerst. Kerst en vrolijkheid kunnen me gestolen worden. Het is onzin. Humbug. Wat een flauwe kul breng je weer mee. Snel die deur dicht. Hou de kou buiten, jij. Blijf zelfs anders ook maar buiten. Oom, het is toch een vrolijk kerstfeest? Het is een heerlijk feest. Geniet er nou van, net zoals ik dat doe. Geniet ervan. Genieten, genieten. Kerst heeft mij nooit wat opgeleverd. Dus wat is daar aan te genieten? Ik verlies alleen maar geld op die dag. Maar oom, stelt u zich nou voor. Ook ik heb in al die jaren dat ik kerst vier er niets aan verloren. Ik bedoel, er heel wat aan verloren. Maar er aan liefde, aan warmte van teruggekregen. Dat telt toch ook? De vrede in ieders harten. De blijdschap op het gezicht van die snoetjes van die kinderen. Dat is toch heel mooi?
Nou, aan Scrooge was het niet besteed. Humbug, nonsens. Die kerstvierders, ik zou ze gewoon koken in hun eigen pudding. En dan zou ik, als ze daar lagen in hun graf, nog een hulstak door hun hart steken. Dat is wat ik doe met die kerstvierders, jij. Oom toch, neef. Oom toch. En ondanks dit alles zeg ik vrolijk kerstfeest. En dat niet alleen. Ik nodig u uit, zoals ik elke keer weer doe, om bij mij kerst te vieren. Alsjeblieft. Er is toch geen vijandschap tussen ons? U heeft mij nooit iets verkeerds gedaan. Had je maar met een rijke vrouw moeten trouwen. Jij, met die arme sloeber. De vrouw? Maar wat heeft die ermee te maken? Is dat de reden waarom u nooit bij ons komt? Al was het maar omwille van mijn moeder, ik zal het altijd blijven vragen. Ik gun het u. Ik gun u ook wat warmte in uw hart. Kom toch, morgen. Ik ga nog liever naar de hel! En zo vertrok Fred. En hij zei nog wel even... En een vrolijk kerstfeest voor jou, hè, Bob Cratchit? Vrolijk kerstfeest, meneer. Goed gedaan, hoor. U heeft het maar even ge... Oh. Ja, Bob Cratchit moest dat soort dingen niet te hard zeggen, want hij kreeg een venijnige blik terug van Ebenezer Scrooge. En daar kwamen alweer nieuwe gasten binnen in het vertrek. Twee welgedane, herenverstand, hoge hoed, mooi in pak, traden op Scrooge toe. Hebben we hier te maken met heer Marley? Of met heer Scrooge? Maakt mij niet uit hoe je me noemt, als ik mijn geld maar krijg. Nee, wat zijn de zaken? Vertel het, heren. Wij komen als mannen van weldadigheid. Want dit is een bijzondere tijd van het jaar. En we zouden maar al te graag uw naam daar ook bij willen schrijven om de armoede in de wereld wat te ontlasten. Zodat de armen wat eten hebben, wat kolen voor in de haard. Daar zijn wij nu voor in deze speciale tijd voor kerst. Dus waarvoor kunnen we u neerschrijven in ons boek? Niets. Niets? U bedoelt, u wilt anoniem blijven. Dat kan natuurlijk. Nee. Ik bedoel niets. En met niets bedoel ik niets. Ik betaal al genoeg aan die armen. Huh? Zijn er immers geen gevangenissen? En werkinrichtingen? Nou dan? Werkt de tredmolen niet meer? Of is het bedelarijverbod niet meer toepasselijk? Zijn al die inrichtingen er niet meer waar ik mijn gouden geld aan moet betalen en mijn belastingcenten? Nou? Ja, die zijn er allemaal. U heeft groot gelijk. Helaas zijn ze er. Maar vele van die arme mensen zouden liever doodgaan dan daar een appel op moeten doen. Dat is te erg. Wil je ze naar een gevangenis sturen? Wil je ze in een tredmolen laten lopen? Wat is dat voor een weldadigheid? Nou, als zij niet naar een werkinrichting willen of zo, dan moeten ze het zelf weten en dan gaan ze maar dood. En als ze dan doodgaan, nou, dan hebben we weer wat minder last van het bevolkingsoverschot. Goeiedag, meneer. Goeiedag, meneer. Vrolijk kerstfeest. Daar is het gat van de deur. En zo dropen ook deze twee heren van weldadigheid, van liefdadigheid af. En Bob Cratchit keek ook naar de deur, want die had zin om kerst te vieren met zijn gezinnetje. Dat zou hem vreugde brengen. En dat duurde ook niet lang. Maar in de straten hoorden ze nog een geluid van carolzangers. Jonge kinderen nog, die daar als koortje daar aan de deur van Scrooge een prachtig geluid maakten. To the newborn king.
Bob vond het prachtig. Die luisterde. Maar het gezicht van Ebenezer Scrooge vertrok. En toen er een van die carolsingers het waagde om de deur op een kier te doen, had hij zijn liniaal al klaar en gooide die naar diegene die de deur opendeed. En die deed hem direct weer dicht en vluchtte weg. Zo bang waren de kinderen voor Scrooge. En eindelijk was het zover dat het 5 uur was. Tijd om het kantoor te verlaten. Dat gebeurde met veel gemopper. Je zal wel weer een dag vrij willen, hè? Het zal weer niet. Je moet mij weer een dag geld kosten terwijl je er niet voor werkt. Ja, heer. Zo werkt het met kerst. Het is maar 1 dag in het jaar. Alsof dat een reden is om mij 1 dag mijn geld te stelen. Dat zou een mooie boel worden hier. Nou, kom volgende keer maar des te vroeger terug, hè? Ik verwacht je hier overmorgen. Ja, heer, natuurlijk, natuurlijk. En hij snoot de kaart, deed de hoed op en vertrok zo snel die kon. Scrooge sloot de deur en vertrok naar zijn appartement daar ergens in een oud verlaten gebouw. Hij schoof daar langs de ijskoude straten, want het was een koude dag. De kou snerpte tot in je ziel, sneeuw viel en het was geen tijd om buiten te zijn. Arme bedelaren durfden hem niet eens aan te spreken. Nee, hij had zijn geld wel verdiend. Het was tijd om thuis te genieten van zijn welverdiende rust. En zo liep hij daar door de eenzame straten op weg naar zijn huis. Hij kwam bij de trappen naar zijn deur. Hij keek en schrok. Want daar zag hij in de deurklopper een gezicht. Marley? Het leek het gezicht van Marley, zijn voormalige compagnon, die jarenlang samen met hem iedereen had uitgezogen en geschrapen. En nu zag hij die groen fosforiserende kop. Hummuk! Nonsens! Snel die deur open en naar boven. Ebenezer ging naar boven, keek wel schichtig links en rechts. Geen geesten, geen vreemde gedaanten. Hij liep de trap op. Niets. Alleen maar de holle voetstappen die weer galmden in de gang van het lege, lege gebouw. Waar alleen hij een paar kamers had gehuurd. Voor de rest was het kantoor leeg. Hij deed zijn deur open, keek om zich heen. En voor het eerst checkte hij eerst alle kamers of daar ook niets was. Deed daarna de deur op slot, de klinken voor, scharnieren, grendelen. En al daarna pas zijn papje bij de haard. Hij had een beetje een koud hoofd. Dan is een papje best lekker. Zo ging dat. En hij at en dacht. Humbug. Humbug. Er is niks aan de hand. Gewoon tijd om mijn geld te tellen. Nog even de kasboeken langs te kijken. Komt het allemaal goed? Waar vandaan? Een bel? Een vergeten bel? Nog voor bodes bedoeld? Begon op spontane wijze te rinkelen? Hij keek er strak naar, tot het geluid verstierf. Humbug? Humbug? Maar direct daarachteraan klonken geluiden vanuit de kelder, uit de diepte en kwamen al maar hoger, al maar hoger. Over de traptreden klonken geluiden als van kettingen, zware kettingen, met lode kisten eraan vast, beurzen van staal en die klank.
klonken over de trap treden al maar dichterbij. En Scrooge keek naar de deur, alleen maar strak naar die deur waar het geluid naderde. Schuifelde over de gang, sleepte daar. En Marley kwam dwars door de deur heen. Scrooge stond daar oog in oog voor zijn, tegenover zijn voormalige partner. Wie ben je? En wat doe je hier? Jij kent mij maar al te goed. Marley? Jij bent dood. Dit kan niet. Dit is fantasie. Dit is een hallucinatie. Jij bestaat niet. Ik ben zo waar als jij mij hier ziet. Geloof je je eigen zintuigen dan niet? Je kan een stukje een tandenstoker zijn die ik in heb geslikt per ongeluk. Je kan een fout brokje vlees zijn geweest wat bedorven was. Nee, nee, dit is hallucinatie. Ik lach erom jou. Dit is meer een stukje vieze jus dan een werkelijke hallucinatie. Ik geloof je niet. Geloof jij mij dan nu? En hij haalde de band van zijn kaak af, zodat zijn kaak tot op zijn borst viel en slaakte daar een ijselijke kreet. Ik geloof je. Het medelijden spook. Wat is er? Waarom moet je mij zo lastig vallen? Mij kwellen in mijn oude dagen? Ik kom je niet kwellen. Ik kom je redden. 7 jaar lang heb ik moeten dolen om wat ik heb gedaan. Zie de kettingen die zich rondom mij gespannen zijn. Zie de beurzen en de kluizen en de kasboeken die nog steeds mij op de aarde houden, vastgeklonken aan de materie. En stel je dan voor hoe lang jouw kettingen zijn. Jouw ijzeren schakels die je vasthouden aan de materie. Ze zijn nog vele malen langer. Je hebt er goed aan gewerkt. Ja, ik ben een goed zakenman. Dat is wel degelijk zo. Maar dat is jouw lot. Wat ik nu heb, het eeuwig dolen, eeuwig spijt hebben, wrok en wroeging om datgene wat ik heb gelaten. En daarom waarschuw ik jou. Nou, je hebt je best gedaan. Ik heb het gezien. En dat is wel voldoende. Niets daarvan. Ik was je vriend. En daarom waarschuw ik je. Dit is mijn enige en laatste kans. Maar ook die van jou. 3 geesten zullen verschijnen. 3 geesten in de nacht. Bij elke keer dat je de klokken hoort luiden. Om 1 uur zal een geest verschijnen. Die moet je volgen. Die zal jou de beste raad geven. Is dat duidelijk? En Scrooge zag daar de geest van Marley langzaam maar zeker naar achteren glijden, naar het venster. En onwillekeurig volgde hij die geest en zag hem dwars door de muur, dwars door het raam naar buiten gaan. En hij deed het venster open en keek naar buiten. En zag al die geesten waar Marley zich bij voegde. Die honderden dolende zielen die daar kermend gekweld daar ronddolden in de duistere nacht. Keek hoe ze geklonken waren aan kettingen die ze naar beneden lieten zakken. En daar keken ze naar bedelaars en naar armen. En ze konden niets doen. Ze hadden zo graag nog wat willen doen, maar ze konden het niet meer. Genoeg gezien. Hij sloeg het raam dicht. Humbug. Nonsens. Ik ga slapen. 1 uur. Een nieuwe geest.
dacht het niet. Tegen ene, na heel wat heen en weer gewoel en bedenkend van, het kan niet waar zijn, ik heb iets verkeerds gegeten, maar ik heb het toch gezien, was het dan toch waar? Tegen ene begon hij zich af te vragen, nu moet ik afwachten, nu moet ik wakker blijven, want ik wil het weten, is het echt of niet? En de klok sloeg 1. Niets, niets, zoals ik al gedacht had. Ja, tijd voor zaken, dat is beter. Maar een gloed vulde de ruimte. En de bedgordijnen die daar om zijn bed waren gehangen, een van die bedgordijnen ging heel langzaam open. En opnieuw stond Scrooge in oog in oog met een geest. Een vreemde geest. De ene keer leek die wel 4 benen en de volgende keer maar 1. De volgende keer bleek alsof hij 8 armen had en daarna weer 1. Zelfs leek het soms dat hij 3 hoofden had. Maar altijd had hij daarboven op zijn hoofd een vlam als een grote kaars die daar walmde en wapperde op zijn hoofd. En een muts in de hand die kon werken als een soort van domper op zijn hoofd om het licht weer wat te dempen. En die geest die was ragfijn, gefijnd in gezicht en in lang geranke gestalte en in wit gehuld. Scrooge, ik ben de geest van de kerst van het verleden. En je komt me halen? Ik kom je halen om jou te tonen datgene wat jouw ogen zal doen openen. Hou me vast. En Scrooge pakte de hand van de geest vast. Die liep naar het venster. Pas op, ik ben sterfelijk. Als wij zo het raam uitgaan, dan vlieg ik te pletter. Wacht maar af. Je zal het overleven. Je zal het zien. En samen met de geest ging hij dwars door de muur. En die muur werd een ruimte. En door de lucht zweefde hij, in de handen genomen door die ene geest. En een prachtig tafereel ontvouwde zich voor zijn ogen. Dit is iets van mijn jeugd. Ik herken dit. Dit is... Hier heb ik op kostschool gezeten. Een prachtig dik pak sneeuw lag daar, een brugje over een riviertje en daar in de verte het kerkje en de school. Dat zijn mijn makkers, daar heb ik mee gespeeld. Hallo, ja, ik herken ze allemaal, stuk voor stuk. Ze kunnen jou niet zien, alleen jij kan ze zien. Het zijn schimmen van het verleden. Oké, maakt niet uit, ik weet nog precies de weg. Dit was een goede tijd. Maar soms ook eenzaam. Inderdaad. Kom maar eens dichterbij. Kom maar kijken. En Scrooge ging de kostschool in en zag daar een eenzaam kind. Alleen, alleen daar nog. En dat was hij zelf. Aan zijn lessenaar zat hij. En verdiept was hij in zijn boeken. Dat was hetgene waar hij een echte vriend aan had. Want zijn ware vrienden waren allemaal vertrokken om kerst te vieren. Maar zijn vader was te hardvochtig en liet hem daar alleen in het kosthuis achter. Maar hoe de geest het deed, niemand die het weet. Maar ze hoefden maar te bewegen en iets veranderde in de atmosfeer. Tijden veranderden, jaren gingen voorbij. En opnieuw zag hij hem daar zitten. Aan zijn lessenaar, maar nu groter, sterker, een jonge knul. En achter hem kwam een leuk, schattig jong meisje naar hem toe. Ebenezer, hier ben ik, je zusje.
Hi! Je mag naar huis komen. Vader is zo lief geworden. Ik heb het gevraagd of jij ook naar huis mocht met Kerst en... Hij zei ja. Je mag. Hij zit te wachten op de koets. En jij mag mee een hele week Kerst vieren. En de jonge Ebenezer omhelsde zijn zus. En de oude Ebenezer keek toe en bedacht... Wat heb ik van haar gehouden? Van mijn enige zusje. En de geest zei... Die zus vroegtijdig gestorven, toch? Ja. Maar toch wel een enigst kind overgehouden, toch? Een neef van jou, Fred? Ja, geest. Ik zou dingen anders hebben gedaan. Ja, het is waar. Maar ondertussen was de geest al bezig om het tafereel te veranderen. En opnieuw zag hij daar iets vrolijks. Een volledig pakhuis? En daar aan een einde zag hij iemand die hij direct herkende. Hé, hey, dat is de oude heer Fezziwig. Dat is leuk. Daar heb ik gewerkt. Daar was ik in de leer. Ja, samen met een andere jongen, de goede vriend van mij. Ik zie hem al. Die jongen die is daar ook aan het rondvegen. Het vegen om de vloer. We gaan Kerst vieren. Dansen. Het is een danslokaal. Het moet een danslokaal worden. Geweldig. Daar heb ik zin in. En dat was waar. De twee jongens, de leerlingen, waren druk bezig om stoelen en banken aan de kant te schuiven en om daar een mooie vloer om te dansen te maken. De violist kwam binnen en één voor één druppelden de mensen ook. Iedereen werd uitgenodigd. Alle werkers kregen hartelijk de hand geschud van de heer en de vrouw Fezziwig. Die wisten, we zijn rijk, maar we delen onze rijkdom ook graag. Om een kleine gunst te doen, kan je zoveel moois bereiken en mensen eventjes blij maken, uit hun zorgen halen. Daar in de lange rij kwamen ze, buren, vrienden, familieleden. En de zaal vulde zich, ook met leuke jonge vrouwen. Nou, dat vond Ebenezer wel interessant. Die keek ook om zich heen, of er een leuke vrouw was om ten dans te vragen. En de dans kon beginnen. Daar stonden de vrouwen, daar stonden de mannen, in een lange rij. En geschuifeld werd daar. Maar, toen daar een wilde dans werd ingezet, vroeg Fezziwig om als eerste te dansen. En nou, je had het niet kunnen denken dat zo'n oude kerel nog zo'n geweldige kuitenvlakker kon slaan, dat hij nog zo'n prachtig dansje kon doen met zijn vrouw, waarbij je zijn benen nauwelijks kon zien bewegen, zo snel ging het heen en weer. Fezziwig danste alsof hij 20 was. En daarna vroeg Ebenezer een jonge schone ten dans. Een lieflijk jong meisje. En dat werd zijn vriendin. Maar meer van het feest mocht de oude Ebenezer Scrooge niet meemaken. Want opnieuw veranderde het tafereel. En de vreugde was voorbij. Want nu zat hij in zijn eigen kantoor, gebogen over zijn werk. En diezelfde jonge vrouw, nu een aantal jaren ouder, kwam binnen. Ebenezer, mijn vriend, ik heb je iets ernstigs te vertellen. Ik ben al met zaken bezig, vrouw, zie je dat niet? Ik weet, natuurlijk weet jij dat ook. Dat wij elkaar hebben beloofd om eeuwig trouw te zijn voor elkaar. Verloofd zijn wij, maar ik weet in mijn hart dat jij jouw hart al verpand hebt aan een ander. Een ander? Hoezo een ander? Ik zie geen andere vrouw. Nee, jouw liefde gaat voor het aardse slijk. Gaat voor het geld. En niet voor mij meer. Ik heb het gezien. Ik heb gezien hoe jij je aandacht verschoof van warmte en samen naar centen, naar zaken. En ik kon er niets aan doen.
En nu sta ik hier voor jou om te zeggen, had je dit anders gedaan? Was je ook met mij verloofd geweest als je nu als nu een geslaagd zakenman bent? En Scrooge bleef stil. Hij wist in zijn hart dat hij haar zeker niet had genomen zonder bruidschat. Ze bracht toch niks op? Ze was maar een kind van een arm stel. Nee, om een leuk snoetje deed hij het niet. Ja, maar hoe weet jij dat zo zeker? Denk jij dat dan zo? Ebenezer, ik weet het. En daarom zeg ik, hier. Hier heb je mijn verlovingsring en daarmee je vrijheid terug. En Scrooge zei niets. En dat was antwoord genoeg voor haar. Zij liep uit het kantoor en hij had haar nooit weer gezien. De oude Scrooge moest dit allemaal meemaken, deze scènes uit zijn verleden. En zei tegen de geest, kunt u dat licht niet wat dimmen? Ik kan het zo toch niet tegen. Jij wilt het licht dimmen wat ik breng in de wereld? Nu al? Ik kan niet zo tegen dat licht. Ik kan niet tegen de waarheid die jij brengt. Dan heb je nog een allerlaatste waarheid om te zien. Scrooge, hier komt-ie. Scrooge moest zien hoe nog weer vele jaren verder zijn vrouw getrouwd was met een ander, zijn verloofde liefde voelde en dat niet alleen kinderen had gekregen en hoe ze daar in een grote schare rondom haar aan het dansen waren, want het was kerst en het was één grote jolige bende en daar kwam de man ook nog bij die haar eens flink omhelsde en een smakkerd gaf en zei, wat hebben we het toch goed. En zo was het ook. Het was een warm gezin. Vol liefde. En dat was voldoende voor Ebenezer Scrooge. Hij pakte daar die hoed, die muts van de geest van de tijd van verloren jaren en deed hij zo goed als hij kon over het hoofd, het vlammende, brandende hoofd van die geest en duwde het naar beneden. Ik wil dit niet meer, ik kan dit niet meer zien, ik wil het niet weten. Zo verdween hij. Zo verdween dit moment. En de geest was verdwenen. Werd wakker in zijn eigen bed. Dit keer had hij de bedgordijnen alvast opengeschoven, want hij wist wat hem stond te wachten. En het was al bijna 1 uur. Opnieuw 1 uur? Ja, maar toch, het was wel zo. En hij wachtte met een bonkend hart op wat zou komen. Bang! De klok had geslagen. Niets. Alles had hij verwacht. Monsterlijke geesten en spoken, maar
Niets. Hij wachtte 5. Hij wachtte 10 minuten. Nog steeds niets. Behalve dan een gloed die van de andere kant leek te komen. Die de ruimte langzaam een gouden gloed. Toen pas begreep je het. Het kwam van onder de deur vandaan. Het was in de andere kamer. Hij schoot in zijn sloffen. En ging daar in zijn slaaptenue richting de andere kamer. En daaruit klonk al een stem. Welkom, Ebenezer. Treed binnen. Voor zijn eigen vertrekken. Nou goed dan. De deur ging open. En zijn mond viel open. Want daar was zijn kamer veranderd in een kerstal van allure. Ongelooflijk. Overal klimop en hulstakken. Overal marentak die hing van waar er maar een balk te vinden was. En als klap op de vuurpijl. Stapel met lekkernijen. Een stapel die wel tot aan het plafond leek te rijken. Met carbonades en met kalkoenen en met kersttulbanden en taarten en cadeaus en kaarsen en noem maar niet op. Het zat er allemaal. En bovenop die stapel. Welkom. Ik ben de geest van de kerst van heden. Nou, Scrooge moest even kijken. Zoiets had hij niet vaak gezien. Een kerel vast met een grote buik en een beetje een mooie groene mantel met wit bont afgevoerd. En haar op de borst en een grote bruine baard. En op het hoofd een krans van hulst. Ja, door tijd dat ik jou wat laat zien. Ik denk niet dat ik u ken. Klopt, want ik verwacht dat jij geen van mijn broers ooit hebt gezien. Broers? Heeft u er vele? Meer dan 1800 broers heb ik, maar alle zijn ze verdwenen en nu is het mijn tijd. Dat is een flinke familie om te onderhouden. Zo werkt het. In onze tijd, met deze geesten. Kom mee en ik zal je de geest van deze tijd laten zien. En daar pakte hij uit de grote stapel een hoorn. Het leek wel wat op een hoorn des overvloeds. Er kwamen vreemde druppels, sprankels uit. En met de andere hand hield hij Scrooge vast. Scrooge hield zich weer vast aan die mantel die best lang was. En zo zweefden ze over het Engelse landschap, uit de stad Londen en naar de kleinere plattelandsgemeenschapjes, om kerst te zien en te vieren. Overal werd kerst gevierd, waar Ebenezer en de kerstgeest maar keken, zagen ze vrolijke lichtjes branden. Overal waar ze keken, zagen ze kaarsjes branden en geluiden van zingende mensen. Kerkdiensten, kerstmissen werden gevierd, kribbes en stalletjes zagen ze, maar ook helder verlichte ramen van etalages, waar kinderneusjes tegen aangedrukt waren. In het gevoel van kerst waren zij. En als dan die geest van de kerst een arm gezinnetje zag, die honger had in de buik, dan sprenkelde hij uit zijn hoorn des overvloeds iets van zijn geest. En ze werden spontaan vrolijk. Mensen die kerst inkopen deden, die soms tegen elkaar opbotsten, boos werden. Maar de geest sprankelde en sprenkelde weer zijn magische stof uit de hoorn. En ze keken elkaar aan en zeiden, niet op zo'n dag als vandaag. Vandaag is kerst. Gaat goed met je. Zo was hij bij de arme bedeling, waar hij de ene na de ander zijn soep zag gegoten worden met een klein kerstbroodje als extraatje.
Maar hij maakte er een feestmaal van. Want hij sprenkelde er weer. Hij goot daar weer dat heerlijke sap van de kerstgeest uit. Zo zweefden ze over het landschap weer terug naar Londen. Om overal die spirit, die geest te brengen. Die gedachte die iedereen associeert met kerst. Tot ze kwamen. Bij de ruimte van Cratchit. Bob Cratchit. Vol aandacht had daar Scrooge gekeken hoe dat dan werkte. Met die cornucopia, met die hoorn. Hoe doet u dat? Wat is dat dan? Dit huis heeft extra zegening nodig. Want ik breng iets van mijzelf, van mijn geest en mijn zegen op dit huis. En zo keken ze naar binnen. Het was een armoeig huis, dat huis van zijn klerk. Een huis met kale banken en mensen die daar in armoedige kledij liepen. Maar wat waren ze blij? Met die 14 shillings die Bob verdiende, daar zou je toch niet blij van kunnen zijn? Maar ze waren het wel. In stille afwachting dat vader zou komen, terug van zijn baan, zaten ze daar de voorbereidselen van het kerst te doen. Het vuur werd opgestookt. Er was een gans die daar gebraden werd. Mijn moeder was driftig in de weer met kerstpudding. Haar dochters probeerden de tafel zo mogelijk goed mogelijk te versieren. Hadden strikken in hun jurk en lint en in het haar. En ook vrouwen Cratchit hadden zoveel mogelijk strikken. Om er toch een beetje kerstig uit te zien. En daar stapte hij al binnen. Met boven op zijn schouders zijn kleinste. Jongetje Tim. Tiny Tim noemden ze hem ook wel, omdat hij zo klein bleef. Hij werd vanuit de schouders van zijn vader neergezet op de grond. En hij sleepte zich moeizaam naar de tafel. Want Tim was kreupel. Met een krukje kon hij zich staande houden. En meelijdend keken de anderen naar hem. Hoe hij daar zich naar zijn speciale plek toe bij het vuur heen bracht. En iedereen vol liefde aankeek. Want Tim was klein, maar niet van hart. Die was van goud. Ja, was zo leuk. We hebben gegleden over de sneeuw. We hebben zelfs even met sneeuwballen gegooid. We hebben er echt een feestje van gemaakt. Hè? Jij, Tim en ik, hè? Dat was leuk. Zei Bob Cratchit, zijn vader. En het duurde niet lang. Of ook de ouderen van het stel, de al werkende familieleden kwamen erbij. En zo schaarde het gezin zich aan de tafel en de gans werd binnengehaald alsof het een monster was. Maar dat was het niet. Ze hadden er eigenlijk nog maar net genoeg aan met z'n allen. En de rest waren uien, shallotten. Dat was het bijgerecht. Maar het maakte ze niet uit hoe armoedig het ook was. Ze propten zich er vol mee en prezen de moeder voor al haar kooktalenten. En toen daar die pudding binnen werd gehaald, werd er uitnodigend geklapt en gejuicht. Maar Ebenezer zag het en keek naar die Tim en vroeg daarna aan de geest, geest van het heden, die Tim, hè, hoe gaat dat nou verder? Zal hij het wel overleven? Hij ziet er zo zwak uit en zo bleek. Ik zie een lege plek bij het haardvuur op de plaats waar hij zat. Ik weet dat mijn toekomstige kerstgeesten hem niet zullen zien. Dat is toch niet mogelijk? Daar moet toch wat aan te doen zijn? Is er niet een kans voor hem? Maar, zei de geest, is dat niet juist goed zodat hij het bevolkingsoverschot vermindert? Scrooge kreeg spijt bij de woorden die hij had gezegd. En luisterde verder naar het gesprek in het gezin. En die waren net bezig een toast te brengen. Want Bob Cratchit zei, ja, ook deze dag moet ik eventjes mijn werkgever noemen. Want hij heeft toch voor dit feest gezorgd door mij te belonen met
de 16 shillings. Niemand was het met hem eens. En zijn vrouw zei, die schraper, die vrek. Iedereen gun ik wat, maar die man. Maar lief, doe het dan omwille van de kerst. Doe het omwille van mij. Voor jou dan. Voor jou wil ik zelf toosten op die gemeenerik die ons in armoede heeft gestort. Op Scrooge. En niemand deed dat met enthousiasme. Ieder hield zijn glaasje met bol vast. Op Scrooge dan maar. Een paar minuten bleef het stil. Maar daarna pikte de sfeer weer op. Werden ze weer blij, werd het weer goed. En het feest ging door. En daar liet de geest van de kerst het bij. Want Scrooge werd bij de mouw gepakt en naar een volgende vertrek gebracht. Een muur werd voor hem opengescheurd en weer dichtgeplakt. En voordat Ebenezer het wist, zat hij bij familie. Bij zijn neef, Fred. En Fred was net midden in een lachbui. Een lach die donderde, die rolde. Ja, dat zei hij echt. Hij zei dat kerst humbug was. Onzin. De rest lachte ook. Zei hij dat? Nou, des te slechter voor hem. Maar wij vieren het wel. Ja, het blijft een vreemde kwant hoor. Weet je, elk jaar zal ik opnieuw zal ik hem uitnodigen. Want het blijft mijn oom. En mijn moeder, die had een zwak hart voor hem. Die bleef hem tot het eind toe liefhebben. En daarom zal ik hem blijven uitnodigen. Kerst. Dan is iedereen toch blij. En ik zie hem eenzaam daar bij zijn kasboeken zitten. Ik gun hem onze vrijheid en onze gastvrijheid. Dus ja, jammer voor hem. Hij heeft heel veel plezier gemist. En een lekker maaltje. Zo is dat. En Scrooge zag ze na de maaltijd spelletjes doen. Waar hij eigenlijk zelf ook zo van hield. Ze deden blinde mannetje. Ze deden handverpanten. Ze deden dat spelletje. Misschien ken je het. Wie ben ik? En met alle spelletjes deed Scrooge hartstochtelijk mee. En bij het laatste spelletje smeekte hij zelf de geest van de huidige kerst. Ach, laat me nog even langer spelen. Alsof hij een schooljongen was. Zoveel lol had hij aan het spelen met die familie. Ook al was hij maar een geest, het leek wel alsof hij meende dat hij erbij was. Ja, raad maar eens wie ik ben. Ben je een mens? Maar nauwelijks. Ben je een beest? Jazeker. Wat een grommelig beest, een mopperig beest. Aha, absoluut. Ben je een tijger? Nee. Ben je een beer? Nee. Ja, een brombeer misschien. Ben je... En daar wist iedereen het. Ben jij Scrooge? Ha! Ha! Zelfs Scrooge lachte mee. De oude Scrooge. En werd weer opnieuw meegenomen in de nacht. Een feest dat hij graag in levende lijven mee had willen maken. Nu zag hij de kerst gebeuren. Bij mijnwerkers. Bij vuurtorens. Overal werd kerst gevierd. Maar hij zag ook hoe daar de geest van de kerst langzaam maar zeker ouder werd. Wit van zijn haren, wit in zijn baard. En aan het eind zag hij iets vreemds. Geest? Wat steekt daar uit uw mantel? Wat voor klauw komt daar uit tevoorschijn? Die kent u nog niet. Ik zal ze je laten zien. En hij sloeg zijn mantel open. En daaronder verborgen, zich vastklampend aan zijn benen, zag hij twee kinderen. Als je ze zo mag noemen. Het leken wel demonen. Het leken wel geesten. Zo'n gebrek, zo waren de ingeteerde gezichten, de lege holle kassen. Als geraamtes klampten ze zich vast. De ene is onwetendheid, Scrooge.
De ander, het meisje, is gebrek. Pas op voor hen. Jullie mensen hebben hen gemaakt. Ze houden zich vast aan mij omdat ze niet anders kunnen. Onwetendheid? Gebrek? Is daar dan niets aan te doen? Is er niemand om hen te helpen? Maar hij barst uit. Zijn er dan geen werkinrichtingen? Zijn er dan geen gevangenissen? Zijn er dan geen tredmolens? Is er dan geen bedelarijverbod? En verdween. Liet hem daar alleen achter. Op de verlaten straten van Londen. En een nieuwe gedaante was verschenen. In het donker gehuld, een donkere mantel. Geen gezicht was te zien, de pij hing over zijn ogen heen. Alleen een benige klauw, een vinger wees naar Scrooge. En wees daarna verder. Scrooge zag een paar van zijn compagnons. Van zijn bedrijfsmedewerkers. Ze zaten met elkaar te smoezelen en te praten. Ja, jouwe kerel. Dacht al, zou die nou nooit eens om het hoekje gaan? Maar nu is hij toch echt dood. Het is gezegd. Oeh, was hij ziek of zo? Nee, gewoon ouderdom. Gaat er nog iets lekkers komen bij zijn begrafenis? Nou, schijnt het sober te houden. Ah, nou in dat geval hoeven wij niet te gaan. Dat was het hele verhaal. Ook andere mensen die altijd bij Scrooge in hoog aanzien stonden vanwege hun geld en macht, zeiden niet meer dan: ah, is die oude frek is dood. Nou, werd hoog tijd. En, hoe gaan de zaken? Meer woorden werden niet aan Scrooge besteed. En Scrooge werd meegetroond door de donkere gedaante. En hij kwam in een achterwijk. Bij een pandjesbaas en zag drie mensen rondom de pandjesbaas staan. Hé, dat is mijn werkster. En dat is mijn huishoudster. En die ken ik niet. En de ene na de andere pakte daar eigendommen van Scrooge. Pakten het uit hun kasten en uit hun zakken, legden het neer. Ja, valt hier nog wat uit, nog wat te verdienen? Jouw dooie die heeft er toch niks meer aan. Die zal hier niet verdrietig om worden. En de derde, zijn eigen huishoudster, had de bedgordijnen van om zijn bed vandaan gehaald. En zei daarna, ja, daar heeft hij niks meer aan, hè. En dat niet alleen. Ik heb ook nog zijn lijkenwade, zijn hemd meegenomen. Want koud krijgt hij het toch niet meer. Scrooge zei, breng me hier vandaan. Is er dan niemand die iets voelde voor deze man die hier zo gestorven is? En hij zag daar een kamer met een bed wat leeg was, behalve een lijk onder een laken. En de geest wees naar het hoofd. Kijk, kijk. Kijk! Ik kan niet. Ik wil niet. Scrooge wilde het niet onder ogen zien. Hij keek niet naar het lijk. Maar de geest nam hem alweer mee. Het leek eerst alsof hij gebracht werd naar zijn werkplaats. Naar het kantoor. Oh, mag ik even naar binnen kijken? Ik ben zo benieuwd. Hoe ik nu met me gaat, nu ik in de toekomst ben. Ik heb vast mijn leven gebeterd na al deze toestanden. Kan dat toch niet anders? Maar de geest van de toekomst wees verder. Wees niet naar zijn kantoor. En een schichtige blik in het kantoor, tot zijn verbazing, bleek hij daar niet te zitten. Maar iemand die hij niet kende. En zo schoorvoetend ging hij maar achter de geest van de toekomst aan. Achter het zwarte demonische wezen aan en hij zag waar die naartoe geleid werd.
Moet ik dat kerkhof in? Oké. Ik doe het. Jullie hebben me allemaal zoveel geleerd. Ook nu zal daar een wijze les in zitten om een kerkhof in te gaan. Maar voordat ik verder ga, kunt u me zeggen, is dit de toekomst die vaststaat? Of is daar nog iets aan te wijzigen? Is dit de toekomst die nooit veranderen zal? Of heb ik nog een kans? De geest zweeg. De geest wees naar een grafzerk met sneeuw erop. Scrooge kon niet lezen wiens grafzerk dat was die daar eenzaam verlaten lag, maar liep er naartoe en viel op zijn knieën en blies de sneeuw van de zerk af en las zijn eigen naam: Ebenezer Scrooge. Hij viel neer en raakte daar de benige benen van dat spook aan en zei: ik zal kerst vieren. Ik zal de geesten van heden en toekomst en verleden in mij verenigen. Ze zullen om voorrang strijden als ik maar mag leven. Alsjeblieft, geest, laat dit niet mijn toekomst zijn. Ik zal mij beteren. Ik smeek het je. Geest wilde de handen van hem lospellen, maar dat viel niet tegen. De kracht in de oude knoken van Ebenezer was sterk, maar uiteindelijk moest hij loslaten en hij viel op de grond, door de grond, de duisternis in. En werd wakker in zijn eigen bed. Voelde de spijlen. Voelde de gordijnen, ze hingen er nog. Ze waren niet gejat. Zag om zich heen. Daar was die geest. Daar was Marley. Een andere kamer. Daar was de geest van het heden, van de kerst. Ik heb het niet gedroomd. Ja, ik heb het. Het is waar. Het is gebeurd. En ik leef. Hij wist van gekkigheid niet wat hij moest doen. Hij deed zijn kleren achterstevoren omgekeerd aan. En daarna deed hij zijn broek op zijn hoofd en zijn slaapmuts gooide hij van pure blijdschap van zich weg. Daarna nog een kwartier lang zat hij te sjorren tot eindelijk alles goed zat. En toen, ik ben er nog. Ik leef nog. Ik heb nog een kans. Er is niets te laat. Ik kijk naar beneden. Ik kijk naar buiten. Het was een mooie dag. Zonnig. Met sneeuw. Het zo lekker flonkerde. En hij zag een jongetje lopen. Hé, hey, jongen. Ja, wat is er? Wat voor dag is het vandaag? Ja, kerst. Eerste kerstdag. Wat zou het anders kunnen zijn? Goeie jongen. Schrander jongen ook. Ja, dankjewel. Jongen, nog iets. Ja, ja, ja. Ken je die poelier? Die een paar straten verderop met die grote prijskalkoen. Ja, die ken ik, zeker. Zeg tegen die man dat hij die prijskalkoen, als die er tenminste nog hangt. Ja, 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 hij hangt er. Als die er nog hangt, om die naar mij toe te brengen. Ik zal hem een adres geven waar hij hem naartoe mag brengen. En als je dat binnen een kwartiertje doet, krijg jij een dikke vette shilling. En als een vuurpijl schoot die jongen er vandoor om die shilling te verdienen. En kwam ook, nadat Scrooge zich eindelijk een beetje netjes had gefatsoeneerd en naar beneden was gelopen, kwam daar de poelier zelf al aan met op zijn schouder de grootste kalkoen die je ooit in je leven had gezien. Wat een beest. Nou, dit wordt echt leuk. Dit wordt een grap. Deze breng jij naar dit adres. Het adres van mijn klerk, Cratchit. Hij en zijn familie hebben het wel verdiend. En neem gewoon maar de koets. Dat ding kan je niet helemaal daarnaartoe sjouwen. Hé jongen, hier heb je je shilling hoor. Van een anonieme gever, hè? Niet vertellen dat ik het was. Oh, wat zullen ze
een verbazing hebben. Oh, ik zou die gezichten willen zien. Scrooge ging aan de wandel. En daarvoor, als mensen Scrooge zagen, gingen ze met een bocht eromheen. Maar nu straalde zijn gezicht zo dat mensen spontaan een gelukkig kerstfeest toewensten. Een paar kinderen zeiden, ah, Merry Christmas, Scrooge. En die woorden, die maakten zo'n indruk op hem, dat hij dat voor het eerst van harte hoorde. Hoe hij die innerlijke gesteldheid was veranderd en dat direct terugkreeg van de mensen. Hij glunderde en gloeide van binnen en zo liep hij monter door de straten en was een veranderd mens. En zag ook die heer van stand die daar was gekomen voor weldadigheid. Hij schaamde zich wel, maar hij vermande zich en ging naar hem toe, klopte hem op de schouder. Meneer, mag ik heel even uw aandacht? Scrooge? Ja, u zult misschien niet blij zijn om mij te zien, maar ik wil me verontschuldigen voor mijn slechte gedrag van gisteren en ik wil het goed maken. Ik doe een donatie. Ik zal u fluisteren wat het zal worden. En hij fluisterde een bedrag in het oor. U weet dat zeker? U doet geen grapje of zo? Dit is zeker. En geloof me, er zitten heel wat achterstallige jaren in deze donatie. U heeft het verdiend met rente. Oh, de armen zullen zo blij zijn. Ach, Scrooge, kom toch eens een keertje op visite. Dit is geweldig. Dat zal ik zeker doen. Zo liep hij door. En overal was het Merry Christmas. En als er een aantal carolzingers aan het zingen waren, dan bleef hij staan en applaudisseerde het hardst tot het middag was geworden. Want hij was uitgenodigd. Ja, toch? Wel 10 keer liep hij heen en terug langs de drempel van het huis van zijn neef, tot hij eindelijk met moeite aanklopte. Een dienster deed open. Kunt u toevallig zeggen dat Ebenezer Scrooge hier is? Ze hoorden wat gerommel, maar daar kwam zijn neef Fred al. En met een uitgestoken hand. Oom, oom, wat ben ik blij om u hier te zien. Kom toch binnen. Welkom in mijn huis. Eindelijk heb ik de kans om je mijn huis en mijn vrouw te laten zien. En wat een schat van een vrouw was het. Het klopte helemaal zo hij het al gezien had bij die geest van het heden. En hij mocht diezelfde middag volkomen opnieuw doen. Opnieuw het pand verbeuren, opnieuw het blindemansspel. En nu genoot hij wel 3-dubbel. Want welkom was hij en hij zou een graag geziene gast blijven in het huis van Fred en zijn vrouw. Maar hij had nog 1 ding te doen en dat was de volgende ochtend. En hij was heel benieuwd, want het zou een goede grap zijn. En hij wachtte af tot de klerk, tot Cratchit, naar binnen kwam. En Cratchit was wel een vol kwartier te laat. Haastig zette hij zich neer, ging daar op zijn stoel zitten, deed net alsof hij al flink aan het schrijven was. Maar vanuit het kantoor klonk opnieuw de barse stem van Scrooge. Cratchit! Cratchit! Hier komen wij, je baas! Ja, is goed, goed, baas. Cratchit! Je bent te laat! Sorry meneer, het zal niet weer voorkomen. Ja, eerste kerstdag en zo, hè. Het was een beetje een feestje gisteren geworden. Je bent maar liefst 18 minuten te laat. Ja. En daarom geef ik jou een opslag. Een flinke loonsverhoging. Fred keek alsof hij een spook zag. Dat was niet waar. Ebenezer was goed van lijf en leden en verstand. Maar dat had hij nooit geloofd. En dat niet alleen, Scratchit. Ik heb meer voor jou. Je mag vooraf deze dag zoveel kolen pakken als je wilt. Schuif ze maar in die kachel, jongen. Doe je best. En ik wil je helpen. Ik weet van je zoon en zijn ziekte. En ik wil hem helpen. En hem naar een goede dokter brengen.
als dat mag. En natuurlijk mocht dat. Scrooge ging mee. Hielp het gezin om weer hoger op te komen. Hielp ze om betere betrekkingen te krijgen. Was een warmhartige man die al zijn geld, maar ook zijn liefde nu wou delen met wie daar maar open voor stond. En de kleine Tim ging niet dood. Nee, hij redde het. En Scrooge was een bekeerd man. Het was zelfs zo dat mensen van hem zeiden: ah, als iemand weet hoe je kerst moet vieren, dan is het wel Ebenezer Scrooge. Die weet hoe je het feest moet vieren zoals het hoort, in de echte spirit of Christmas. Zo is het gebleven. En zo zal het altijd ook zijn. Gezegend is het kerstfeest voor jullie allemaal. Merry Christmas! Dankjewel. Was het verhaal. Ik hoop dat jullie er heel veel plezier aan hebben gehad. Voor degene die daar zin in hebben, en ik hoop dat jullie daar allemaal zin in hebben, kijk even naar dat tikkie. Geef ons een gulle fooi. Daar doen we het ook weer voor. Maar we doen het ook voor het plezier, want het was ontzettend leuk om te doen. We hadden natuurlijk weer opstartproblemen. Altijd hetzelfde liedje. Maar moet je nagaan, ik heb potverdorie 1 uur en een kwartier verteld. Nou, jullie zijn er nog, zie ik. Dus knap hoor. Ik doe het jullie vast na, maar het is nog veel leuker voor mij om te vertellen. Kan ik de mensen misschien unmuten? Kan dat op de een of andere manier? Allow participants to unmute themselves. Nou. Dan als je nog kerstboodschappen hebt of wensen, mag je natuurlijk allemaal in de chat doen. Of van mijn part blurt it out. Dat kan ook. Als het goed is, kan je jezelf unmuten als je wilt. Fijne kerst allemaal! Kijk, Jij ook. Jullie fijne ook. Fijne kerst. Fijne kerst. Ja, ik zet de tikkie ook nog even bij de boodschapjes in het evenement. Maar je kan hem vinden in de omschrijving. Hè? Dus kijk er nog even naar. Ik heb het van tevoren gedaan. Oh, ja, leuk. Leuk. Dankjewel alvast. En voor degene die nog diepgang willen, ik zet daar ook nog even mijn artikel. Want ik heb hier ooit een heel leuk artikel over geschreven. Over de geest van de kerst. Wat het nou eigenlijk inhoudt. Hebben we nog meer dingen? Ja, natuurlijk. Reclame. Reclameblokje, 29 december doe ik een online lezing over de betekenis van kerst en met winter. Wil je erbij zijn? Het werkt precies zoals dit. Dus inclusief technische vertraging waarschijnlijk. Ik hoop voor een keertje van niet. Maar ook met heel veel interessante weetjes over waarom wij kerst vieren op die rare manier. Die niet in de Bijbel staat trouwens, zoals we het nu doen. En de 30ste ga ik nog met 3 andere vertelkompanen weer een vertelsessie doen. Nu met kortere verhalen, niet 1 uur en een kwartier, maar puur een kwartier per verteller. Vind je dat leuk? Je vindt het bij Joel Verhalen of op mijn site kan je de gegevens vinden. Ik zet het ook wel weer in het evenement voor deze 2 dingen van waar je dat allemaal kan vinden. Zowel de lezing als die vertelsessie. Heb jij nog ergens reclame voor te maken? Nou, ik had allemaal optredens in Kasteel Loevestein, maar die zijn afgelast door corona. Ja. Dus volgend jaar weer. Dit was denk ik mijn laatste optreden voor dit jaar. Ah, ook lekker. Ja, maar volgend jaar weer allemaal nieuwe dingen. Dat is ook heel fijn. Ja. Nou, we krijgen een 7,5. Is dat een goed cijfer? We doen het ervoor, hoor. ja, natuurlijk. Nee hoor, dat is prachtig. Ik had niet verwacht dat ik er zo'n lange sessie van zou maken. Het lijkt alsof mijn Scrooge elke jaar een 5 minuten langer wordt. Oh, maar ik heb er genoten. Dank je. Oh, ik kan trouwens nog wel reclame maken voor de cd van Imbue. Oh ja. Ja, wil jij hem pakken? Ligt daar. Dit is hem? Nee, die eronder. Daaronder? Ja. Deze? Ja.
Ah, was sale. Je kan hem nog steeds bij mij bestellen. Hij kost nu, 7,50. Nu komt hij goed tevoorschijn. Exclusief verzendkosten. Ja. Kun je me een personal message sturen? Hey, leuk, kom je een beetje in de kerstsferen? Ja. Ja, zie, Meidie en ik hebben gewoon een swap gedaan. Ik krijg haar leuke cd en dan krijgt zij weer mijn mooie boek. Want ja, ik heb natuurlijk ook weer een boek. Hebben jullie al zijn boek besteld? Een heel goed boek. We kunnen nog wel even door reclame doen. Hè? Ja, dus...